Partners van Navenant Kookt zijn Hanse Dranken en restaurant De Olderhof. Deze week is Navenant Kookt in Herten. Op een rustige plek aan het water runt de familie Teunissen al meerdere generaties restaurant De Olderhof. Het culinaire trefpunt aan de Maas telt naast het restaurant ook een preuverie, een lounge en sinds 2003 het hotel De Olderhofjes, die in dezelfde straat is gelegen. Chefkok Leo Lankes bereidt samen met zijn team pure gerechten en laat zo de gasten dagelijks kennis maken met verse en eerlijke producten uit Limburg. Deze week laat Leon ons zien hoe we deze pure gerechten op een snelle en gemakkelijke manier thuis kunnen bereiden. Welkom bij Navenant Kookt. We gaan vandaag een appelkruimeltaart maken. Het lijkt heel eenvoudig, maar er zitten toch een paar punten in waar we goed op moeten letten. We hebben deeg nodig, roomboter, ei, rozijntjes, appel, peer. Nou, we gaan beginnen met het deeg te maken. Het deeg maken we twee keer. Eén voor de bodem, één voor de deksel. De deksel moet korreliger zijn. Nou, de boter doen we hier bij de bloem. En doen we met onze handen kneden. Thuis mag je ook gewoon de mixer gebruiken. Dat gaat net wat sneller. Nou, het is belangrijk gewoon dat de boter goed door de bloem wordt gekneden. Dat het geel zich goed mengt. De boter lekker zacht wordt. Nou, we gebruiken roomboter, want roomboter is gewoon veel voller van smaak. En dat mag goed bij een appeltaart zitten. Nou, als het goed gemengd is, doen we het eitje erdoor. En meng het gewoon verder. We gaan de deeg goed kneden. Thuis pakt u de mixer, gaat sneller. Gewoon de deeghaken gebruiken, want voor dit onderdeeg is het niet belangrijk dat er kruimels voor zijn. Blijven. Het wordt gewoon één geheel, mag het worden. Eén soepele deegbal. Straks voor de bovenkant is het wel belangrijk dat we onze handen gaan kneden, want daar hebben we juist de kruimels voor nodig voor erop te leggen. Nou, u ziet dat het nu één mooi geheel is. Zetten we het aan de kant. Pakken we een vorm. U kunt thuis gewoon een springvorm gebruiken. Een bakplaat. En bakpapier. Nou, we smeren de boter, de bakplaat in, leggen bakpapier erop, kunnen mesje een beetje een model snijden, zodat u straks, als de appeltaart klaar is, krijgt u ook heel makkelijk eraf. We smeren de ring aan de binnenkant ook in, doen we gewoon royaal boter, dat is gewoon heel fijn straks als de taart eruit moet. We zijn nu zover dat we de bodem kunnen maken en de zijkanten kunnen dichtmaken. Het is heel belangrijk dat je alles goed kneedt, uitstrekt en dadelijk de randen goed aanduwt. Maar dat zal ik eigenlijk voordoen met mijn duim goed aanduwen. Doe je dat niet, dan zal als je appeltaart hebt gebakken, komt uit de oven en de ring eraf haalt, zal die helemaal in elkaar vallen. De bodem ook niet te dun maken. Het mag royaal een bodempje zijn, want er komt straks ook nog vocht uit de appel en peren. Je ziet, ik druk het randje goed aan met mijn duim. Dan gaan we gewoon een klein randje omhoog doen. Het hoeft niet helemaal tot de bovenkant, gewoon een mooi randje duimdikte omhoog. Want er komt straks de kruimeldeeg ook nog bovenop. Dan hebben we het klaar, voelen we het gewoon even voor de zekerheid allemaal na. Dan hebben we de bodem en de zijkanten klaar. Nu kunnen we de vulling gaan maken. We gaan nu de vulling maken met appelen van Elster en conferansperen. Elsterappelen zijn zoeter van smaak, fris zoet. En conferansperen zijn gewoon stevig. Het hebben we gewoon nodig dat de appeltaart niet te zacht wordt. Ik schil de peer met een aardappelmesje. Maar als het voor u thuis makkelijk is, mag u ook gewoon een schilmesje gebruiken. Appelen hetzelfde. Snijden zo de midden. Klokhuis eruit. En dan snijden we mooie partjes van. Partjes zijn gewoon mooie gelijkmatige stukjes.
Nou, de appel gaan we door midden snijden, maar daar hebben we een heel handig apparaatje voor. Haalt gelijk het klokhuis en maakt gelijk de partjes van de appel. Zet je in het midden erop, je duwt hem laag. En u ziet dat u de partjes al gelijk klaar heeft. Het gaat eigenlijk veel sneller. Vooral als u heel veel appeltaart moet maken, is dit een heel handig systeem. We hebben de rozijnen gepakt, die doen we heel even bellen. Dat wil zeggen water erop en in 10 minuutjes laten staan. Dat die rozijnen lekker vol worden getrokken met water, worden die heel mooi zacht. Laten we ze even zo staan. Nou, de rozijntjes zijn nu klaar. We pakken de rest van de appels en peren erbij. Doe alles erin. Doen we 100 gram suiker erbij. 3 eetlepels kaneel erbij. Doen we gewoon lekker mengen met onze handen. Laat maar lekker glijden. Nou, dat is mooi klaar. Nu doen we daar eigenlijk de rozijntjes erbij. Schudden we eerst het vocht eraf. Leggen we even op een handdoek. En dan mengen we de rozijntjes door het geheel erbij. Nou, dat doen we ze heel even afdeppen. Anders komt er te veel vocht erin en dan wordt die taart eigenlijk heel zacht. Ook dit meng je gewoon weer even door elkaar. Nu kunnen we onze kruimels gaan maken voor de bovenkant. De kruimels mogen dus wel goed kruimelig zijn, dus ga je ook niet met de mixer doen thuis. Gewoon de boter erin. Daarna het ei en dan zorg je gewoon dat we goed die kruimels krijgen. We pakken weer de roomboter. En doen we een beetje gewoon grof kneden. Nou, pakken we het eitje. Eitje kan er ook mooi door. Wrijven we door onze handen heen. Dan zullen we zien dat op een gegeven moment de kruimels vanzelf komen. Als het deeg niet meer in onze handen blijft plakken, is het deeg goed. Nou, de volgende stap is dat we de vulling in de taart gaan doen. Dan kunnen we de taart mooi af gaan maken. We zetten het deeg neer. We pakken de vulling. En verdelen deze mooi over de bodem. Eén ding is wel belangrijk, dat u thuis de oven voorverwarmt op 160 graden. Zodat de appeltaart dadelijk gelijk in een warme oven kan. En nu gaan we de kruimels erop verdelen. Kun je gewoon mooi erover strooien. Goed de randen. Het deeg hoef je niet aan te drukken. Het lost straks vanzelf, blijft het plakken op het geheel. Nu schuiven we de appeltaart in de oven. En je moet zo ongeveer een uur in de oven op 160 graden. Ja, de oven is klaar. Belletjes gegaan. De aroma's van de appeltaart komen heel tegemoet. Nou, de appeltaart is heel goed gelukt. We laten hem heel even rusten, want het is nu te warm om de ring eraf te halen. In de tussentijd kloppen we een beetje slagroom op, want dat is gewoon heel lekker bij een warm stukje appeltaart. De garde, het is gewoon gezoete room, pakken wij. En dan tikken we hem gewoon op. Thuis mag je dat gewoon met de mixer doen, dan is het veel sneller. Zo, de slagroom is nu ook klaar. Nu kunnen we het gerecht gaan presenteren. We halen de ring van de appeltaart af. Voorzichtig. Ja. We schuiven de appeltaart voorzichtig op de snijplank. Hier kun je thuis makkelijk van 12 man mee eten van de appeltaart. Kun je mooi 12 stukken uithalen. We snijden de appeltaart aan de vieren. En dan weer in drieën. Zetten we hem op het bord. Doen we er poedersuiker over. En om hem helemaal af te maken, doen we een bolletje slagroom erbij. We pakken warm water, een lepel en dan maken we een knelle. Knelle wil zeggen in één handeling de slagroom doortrekken. Alsjeblieft. Nou, nu de appelkruimeltaart klaar is, kunnen we dat thuis rustig bekijken op onze eigen website. Of op onze eigen app.
Partners van Navenant Kookt zijn Hanse Dranken en restaurant De Olderhof.